Een van de basics in de nagelstudio is een goede hygiëne. Dat is normaal al belangrijk, maar nu nog belangrijker. Hygiëne bestaat uit drie verschillende puntjes. We hebben reinigen, we hebben desinfecteren en we hebben steriliseren. In de nagelstudio passen we reinigen en desinfecteren toe. Steriliseren is overbodig. Dus wat is reinigen? Dat is verwijderen van zichtbaar vuil van bijvoorbeeld de handen of van uw tafel of van uw gereedschappen, al dat soort zaken. Hoe gaan we dat doen? Bijvoorbeeld met de handen of met de voeten. We nemen een voetbadje of laten de handen wassen. Dat is iets dat toch wel essentieel is om alles van zichtbaar vuil te verwijderen. We willen niet gaan werken met klanten met vuile handen en dat is iets dat soms toch wel voorkomt. Dus we willen niet dat een klant rechtstreeks uit de tuin komt en dan met vuile handen bij ons aan de tafel gaat zitten. Dat is niet respectvol. Dus handen wassen, voetbadje, dat soort dingen is eigenlijk de eerste stap. Qua gereedschappen, onze cuticle pusher bijvoorbeeld, een velletangetje, een schaartje. Hoe gaan we daar reinigen? Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel onder de kraan met stromend water en met een borsteltje alles gaan schrobben. Dat duurt lang, dat is niet plezant, maar dat is wel nodig. Dat doen we ook bijvoorbeeld met vreesbietjes. Dus let dan heel goed op dat je je vreesbietjes niet loslaat, want ze zijn weg als je dat onder stromend water doet. Een andere optie die veel tijd bespaart, veel efficiënter is, is het gebruik van een ultrasoontoestel. Een ultrasoon is zo groot ongeveer. En dat is een toestel specifiek bedoeld om te reinigen. Heel goed mee opletten. Wat gaat dat doen? Dat ga je kleine trillingen geven. Die kleine trillingen zorgen dan voor micro-implosies. Dus wat gaat er gebeuren? Dat geeft luchtbelletjes en die krimpen in elkaar. Daardoor gaat eigenlijk al het materiaal dat in de ultrasoon zit, gaat het vuil en de velletjes en de gelresten en het stof gaat eraf komen. Dus de ultrasoon is zo'n bak. Er zit water in, gewoon puur kraantjeswater en een mandje. En in dat mandje doe je materiaal, dat zakt erin. Je zet dat een vijftal minuutjes op, dat maakt zo een heel hoog geluid. En daarna is het vuil er allemaal af. Als je dan je gereedschappen met het mandje eruit haalt, dan ga je zien dat er op het bodem van de ultrasoon echt zo'n laagje ligt. Stof en dat soort zaken. En dat is veel meer dan dat je op het eerste zicht zou denken. Dus dat is een belangrijke eerste stap. Zonder te reinigen, even desinfecteren of ontsmetten, geen enkele zin. Dus niet overslaan. De tweede stap is het desinfecteren. De huid desinfecteren doen we bijvoorbeeld met de Clean & Fresh spray die dat jullie gekregen hebben. Dus ruim sprayen en eventjes op die manier doen alsof het je handen was, alsof het overal geweest is. Om het product overal te laten zijn. Clean & Fresh spray is geen vervanging voor handenwassen. Clean & Fresh gel is geen vervanging voor handenwassen. Handenwassen is de eerste stap. Heb je geen stromend water, daar zijn verschillende mogelijkheden voor, maar handen wassen is essentieel. Dus onze huid gaan we op die manier gaan sprayen bijvoorbeeld. Onze materialen die gaan we onderdompelen in een badje. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat kan gewoon een potje zijn of zoiets waar je materiaal volledig in kan. Uw tangetjes bijvoorbeeld ga je ook altijd open doen, dus dat die volledig het product eraan kan. In dat badje, daar kan wel van alles in. Daar kan bijvoorbeeld ontsmettingsalcohol in. We nemen maximaal 80% ontsmettingsalcohol. Ga je daarboven, want sommige mensen denken, ah, maar er bestaat ook ontsmettingsalcohol van 90%, dat zal beter werken. Dat werkt niet beter, want dan legt eigenlijk een vliesje rond je materialen, rond de cellen, rond de bacteriën enzovoort, waardoor die best minder gemakkelijk desinfecteren. Dus 80% maximaal voor de huid, maximaal 70%. Je kunt trouwens voor beide 70% gebruiken, dat is in orde. Dus we maken een badje afhankelijk van welk product, maar het staat altijd op de fles, moet je materiaal er korter of langer in. Dus ontsmettingsalcohol is een optie, germ squat van Abstract is een optie. Er zijn heel wat verschillende zaken die dat je kunt toepassen, maar het is wel essentieel. Als je dat gedaan hebt, afhankelijk van welk materiaal dat je gebruikt hebt, bijvoorbeeld germ squat moet niet gespoeld worden, barbicide bijvoorbeeld, iets wat ook wel vrij bekend is, moet nagespoeld worden. Wat betekent dat? Al je materiaal haalt je uit het bakje en ga je daarna onder water terug gaan afspoelen.
Heb je geen stromend water, dan neem je een product waarbij het afspoelen niet moet. Waarvoor is dat? Omdat bepaalde ontsmettingsmiddelen die mogen niet op de huid komen, want die zouden daar reacties kunnen veroorzaken. Als je dan je tangetje uit het badje haalt en je gaat het er meteen mee werken en het komt in je hand, dat is niet goed voor je huid. Dus vandaar eventjes afspoelen en gewoon aan de lucht laten drogen. Dus we leggen dat op een tabletowel of op keukenrol gewoon laten drogen. En dan opbergen in een bakje met proper materiaal. Wat is daar ook belangrijk aan? Tangetjes bijvoorbeeld, zet die niet in een glas. Ik heb al regelmatig meegemaakt dat mensen me zeiden van ja, mijn tangetje is niet meer scherp. En dan bleek dat ze dus een glas vullen met ontsmettingsalcohol of desinfectievloeistof. Omdat ze dan denken van ja, op die manier heb ik minder product nodig, want de kopjes staan eigenlijk in mijn glas. Wat gebeurt er iedere keer? Je zet het erin, tik, 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 altijd die tandjes tegen dat glas en je tankje is bot voordat je het weet. Hetzelfde met vreesbietjes en zo, niet doen. Ik weet ook heel veel mensen die hebben gewoon een glas met ontsmettingsalcohol bijvoorbeeld op hun tafel staan. Die steken hun bitjes daarin. Terwijl die aan het werken zijn, ze halen ze er terug uit voor de volgende klant en zo continu. Dat is niet correct. Er moet eerst gereinigd worden, dan gedesinfecteerd. Want dat glas op het einde van de dag is al degoutant en uw klanten zien dat ook. Hè. Dus hygiëne is zeer belangrijk. Steriliseren is niet verplicht in de nagelstudio. Omdat door te desinfecteren gaan we al 99,99% van alle pathogenen, pathogenen zijn de ziekmakers, gaan we kunnen doden. Sterilisatie is één stap verder, dood 100%. Maar om correct te steriliseren, in onze branche is er maar één optie. Laat u niks wijs maken, er is maar één optie die wettelijk correct is. En dat is de autoclave. Autoclave is een toestel dat ze bijvoorbeeld in sommige piercingstudio's hebben, of in tattoo-studio's en in ziekenhuizen gebruiken. Zoiets in de nagelstudio dus niet. Een autoclaaf werkt met hitte en stoom. Is een toestel zo groot, minimaal, er zijn er ook veel grotere. En dan kijk je toch naar een kostenplaatje van om en bij de 5000 euro minimaal. Voor iets dat overbodig is. Dan merk ik heel veel mensen die gaan alternatieve manieren zoeken om te steriliseren. Wat doen ze? Ze nemen bijvoorbeeld een campingoventje en ze steken daar hun gerief in. Dat is niet correct. De enige manier om correct te steriliseren in onze branche is dus de autoclaaf met hitte en stoom. Er zijn nog een aantal manieren die soms toegepast worden met snelkookpannen en zo. Maar je bent nooit niet zeker. En dat is met de autoclaaf wel zo. Dus bespaar je die moeite. Het moet niet. Als je correct reinigt en je desinfecteert correct, dan kan ik je garanderen dat je al beter bezig bent dan de helft van de schoonheidsinstituten in België, helaas. Dus daarom, omdat het zo belangrijk is, hebben wij ook de regel bij Polish dat je steeds met gedesinfecteerd materiaal naar de les komt. Dat houdt in cuticle pushers, eventuele vreesbits die je zelf zou meebrengen, maar meestal werken we met vreesbits van bij ons en die zijn steeds gedesinfecteerd. Dus cuticle pusher, je velle tangetje of velle schaartje, vijlen. De vijlen van Abstract kunnen perfect geschrobd worden, die kunnen in de ultrason, die kunnen in ontsmettingsproduct, maar hou dan wel de juiste tijd aan. Als je die een heel weekend erin laat, in plaats van de 10 minuten die bijvoorbeeld voorgeschreven zijn, dan gaan ze wel drijven op de deur. Dus dat gaan we niet doen. Dus die van Abstract die kunnen perfect ook desinfecteerd worden. De levensduur van een vijl die is iets minder. Dat is nu eenmaal zo als je iedere keer gaat schrobben en zo. Maar ja, hygiëne eerst. En uw borsteltje. Dus we hebben al eerder gezegd van de No Plush Brush die in jullie pakket zit, kan perfect gedesinfecteerd worden. Nu zeg ik het zelf mis. Maar je gaat dan wel eens moeten omdraaien halverwege, want die drijft dus. Het is dus essentieel dat je met gedesinfecteerd materiaal komt. Wij zien dat als dat niet zo is, komt je toe met een velle tang of met een velle schaartje waar dan nog vellen van de vorige aanhangen of een pusher die nog vol product hangt of nog vol stof en zo verder, mocht je daar niet mee werken. Wij zijn daar zeer, zeer streng in, omdat dat een van de basisprincipes is van ons vak. En zeker in coronatijden is hygiëne essentieel. En we willen zo lang mogelijk ook kunnen open blijven. We willen zo veilig mogelijk werken.
Dus er wordt niet gewerkt met niet gedesinfecteerd materiaal. En het is verplicht om nieuw materiaal aan te kopen wanneer je het niet gedesinfecteerd hebt. Dat klinkt heel streng, maar we zijn hier echt wel aan bezig met mensen en lichaam. Dus het moet in orde zijn. Het is geen optie om het eventjes bij ons in ultrasoon en desinfectievloeistof te steken. Want heel grof, zo leert je het niet. En daarom... altijd gedesinfecteerd materiaal. Begint daarmee naar je allereerste klant. Je kunt gewoon een borsteltje dat heb je thuis, want je hebt UNO Plush Brush, werkt daar desnoods mee. Een kraan heeft ook iedereen. En je kunt een flesje Germ Squad kopen voor 7 euro of zo. Je kunt een flesje ontsmettingsalcohol bij een apotheker gaan halen. Dat is het minste. Dat kunnen de klanten absoluut van ons verwachten. Dus tot zover deze zeer strenge lezing, maar dan ga ik ervan uit dat iedereen steeds in orde is. Voor de tafel nog gebruiken wij ook Germ Squad bijvoorbeeld. Sprayen, 2 minuten wachten en dan afnemen met keukenrol. Ga dat nu niet met een doek doen die dat je 6 dagen laat liggen vorig, die was gewoon met keukenrol. 2 minuten intrek is ook wel belangrijk voor de correcte hygiëne. Heel veel mensen gebruiken trouwens van die Dettol sprays. Maar heel veel van de Dettol sprays is gewoon allesreiniger. Staat er ook gewoon op. Het merk is Dettol, maar dan staat er allesreiniger op. Dus nogmaals, dat reinigt, dat desinfecteert niet. Dus laat u daar niet door vangen. Altijd goed de fles lezen.